2 kilometer verderop zat ik afgelopen donderdag. Allemaal vrolijke gezichten in de Kuip bij Feyenoord dat makkelijk voor de beker won van FC Groningen. Nu een afslag eerder genomen en dan verzeil je op Woudestein. En na het resultaat gisteravond bij Willem II tegen VVV staan hier vanavond de nummers laatst en voorlaatst tegenover elkaar. Met andere woorden, veel meer spanning, veel meer onbehagen. Beide ploegen met slechts 5 punten. En ook het doelsaldo ontloopt elkaar niet zoveel. Zeggen en schrijven 2 goals aan de voorkant. Sparta 12-21 en Excelsior 10-21. Kijken we overigens naar de historie. Dan blijkt dat Sparta beter uit de voeten kan dan Excelsior. Excelsior won er 4 tot nu toe van de 13 en verloor er 6. Het duel eindigde zoals u ziet 3 keer in een gelijkspel. Maar dit zijn dubbele punten vanavond. Zeker ook tegen de achtergrond van volgende week. Wanneer zowel Excelsior als Sparta opnieuw tegen een medeploeg onderin aanloopt. Excelsior moet dan op bezoek bij de Graafschap. En Sparta gaat naar Venlo, naar VVV. Met de bus, jazeker, komt men vanaf Spangen richting Woudestein. Arne Slot, ik kan u nu al verklappen dat hij geen basisplek heeft. Dat geldt overigens wel voor Wouter Gudde. Die zal centraal achterin spelen in de ploeg van Gert Aandewiel. Kortom, er staat nogal wat spanning op. En dat merk je ook als je voor aanvang van het duel rondloopt in de kleine catacombe van Excelsior. Vorig seizoen beide ploegen eenmaal aan het langste eind trekkend. Excelsior won op Woudestein met 3-1 van Sparta. Sparta won op Spangen met 2-1 van Excelsior. En het duel van vanavond staat onder leiding van Jan Wegereef. Het is elkaar gedag zeggen, noppen controleren. Je ziet ook veel verkeer zeg maar tussen deze twee clubs als het gaat om betaald voetballers die bij de een hebben gespeeld en nu bij de ander of omgekeerd. Maar het ligt elkaar beslist niet. Sparta voelt zich, dat begrijpt u, beduidend groter dan Excelsior. Excelsior dat bovendien wordt beschouwd als een, en dat is het misschien ook nog wel een beetje, filiaal van Feyenoord. En dat Excelsior onderin voetbalt, dat is niet zo verrassend. Daar is de ploeg ook mentaal wel aan gewend geraakt in de loop der jaren. Maar voor Sparta is dat toch, ondanks het feit dat Sparta er een keer uitdook, een heel ander verhaal. Sander Westerveld, zag u de doelman van Sparta met korte mouwen, dat kan. Want het is evenals in voorgaande deze week fantastisch voetbalweer. Niet te warm, niet te koud, geen wind. Het veld een beetje nat. Kortom, aan de omstandigheden vanavond zou het niet kunnen liggen mocht het eventueel niet de wedstrijd worden waarop iedereen hoopt. U ziet de Excelsior fans. Deze dames lopen al wat langer mee, zeg ik heel voorzichtig. En ze hoort het ook als supporter. Dan hoor je niet alleen in voor, maar ook in tegenspoed op wat mindere tijden. In een wat mindere periode. Je ploeg juist dan misschien wel te steunen. Excelsior bekerde verder eerder deze week in Leeuwarden bij Cambuur. Sparta vloog eruit met 3-2 tegen NAC. De grote man overigens van toen, Voskamp, bij Excelsior zit op de bank. En ten opzichte van het vorige competitieduel is de opstelling bij Excelsior iets veranderd. Uiteraard ontbreekt Van Dieren. Is Alessiets de man die dat elftal op die manier completeert. Hij op het middenveld spelend. En Luiks schuift daardoor een linie naar achteren. Bij Sparta is met name Gert Aandewiel nogal gecharmeerd van communicatie achterin. En dan met name achterin vindt hij dat niet al te veel plaatsvindt. Vandaar dat Wouter Gudde zijn opwachting maakt bij Sparta in het achterste deel van de ploeg. Jaggi verdwijnt daardoor naar de linksbackpositie. En dat houdt in dat journalistieke wonderkind Sjaak Polak op de bank is terecht gekomen. Mogelijk dat we hem nog gaan zien. Hoe dan ook, hij start in ieder geval niet in de basis. Het is Wouter Gudde die samen met Adelaï het centrale duo vormt achterin bij de ploeg uit Spangen. Ieder 5 punten. VVV op de ranglijst 1 puntje meer, evenals Heracles.
En het levert nog enig onderhoud op voordat deze wedstrijd daadwerkelijk kan beginnen. Overigens de laatste uitoverwinning van Sparta dateert van 17 maart van dit jaar. Toen werd gewonnen bij ADO met 4-2. Sparta als enige, zoals bekend, in het betaalde voetbal nog zonder winst. Ondanks het feit dat de ploeg een aantal aansprekende resultaten neerzetten met gelijke spelen tegen onder meer Heerenveen, maar ook tegen AZ en Ajax. Kortom, het probleem bij Sparta is dat gelijkspelen, want gelijkspelen oogt heel aantrekkelijk, maar is buitengewoon onplezierig in de driepuntsregeling die we inmiddels alweer een flinke poos kennen. Het schiet niet op, laten we het daar maar op houden. Je moet een keer winnen. NEC moet ik zeggen, doorbrak die barrière onlangs met een dikke 5-1. Toen werd er en ruimschoots gescoord en meteen drie punten naar binnen gesleept in de wedstrijd tegen FC Groningen. Dat is waar men bij Sparta naar snakt. Eén thuiszegen behaalde Excelsior tot nu toe in de competitie. Het won alleen van NEC. En voor aan de wiel zijn het moeilijke tijden. Want eigenlijk kan hij niet exact aangeven waar het niet goed gaat. Zijn ploeg scoort. Zijn ploeg kan mee met betere tegenstanders. Maar waar het uiteindelijk om gaat, dat is het aantal punten. En dat geluk als trainer moet je dan een keer hebben dat het muntje jouw kant opvalt. Het lek leek boven voor Ton Lokhoff bij Excelsior op het moment dat hij René van Dieren in de achterste vier plaatste. Maar zie daar, van Dieren raakt geblesseerd. En hoe los je dat dan op? Heel creatief. Want nu staat opeens Kees Luijks centraal achterin bij Excelsior. Rozen. Met de eerste mogelijkheid. Dissels verspeelt de bal. Excelsior heeft balbezit. En Steur. Die komt vanaf de linkerkant. Korf vanaf de rechterkant. Pardo. Piqué. En Luijks. De topscorer uiteraard met nummer 9 voorin. Geert den Oude. Den Oude voor het eerst. Gudde. Dissels stevig aangepakt. En meteen een vermaning van Wegereven aan het adres van Nieuwstad. De rover heeft zich gemeld, de rechtervleugelverdediger. Het lijkt hem wel een aardige plek. Overleg met Bukari. De Excelsior muur op een meter of 3-4... nog voor het eigen strafschopgebied. Het is pas de tweede minuut. Het wordt Bukari. Adelaai verlengt. En de bal wordt slecht geraakt door Dissels. Korf. Den Oude. Geen buitenspel. Den Oude. Die ziet Westerveld iets te ver voor zijn doel staan. Alleen de lob komt er niet helemaal uit. Een uitstekend idee. Een iets mindere uitvoering van Geert den Ouden. Gudde. Gudde. Te scherp voor Dissels. Van Nieuwstad. Luijks. Mag toch aannemen dat hij met zijn voetbalcapaciteit wordt geacht als daar de gelegenheid toe is om door te schuiven. Korf.
Benieuwd wie van de twee het eerste echt het initiatief durft te nemen. Hoewel de wedstrijd net onderweg is, lijkt het erop dat Sparta wordt geacht aan te vallen. En Excelsior op de counter wil. Den Oude. Te kort. Gudde. Roberts. Die de bal kwijtraakt op het moment dat hij hem aanneemt, omdat Luijks ertussen zit. Den Oude wegstart. Pardo hem weet te bereiken. Geert Den Oude. Vrij voor Westerveld. De hoek is lastig. Den Oude gaat overarm bij Westerveld. En Wegereef geeft Den Oude een gele kaart voor een zwalbe. Ja. Den Oude heeft de pech tussen aanhalingstekens dat Wegereef zo dichtbij loopt dat hij heel goed kan beoordelen wat Den Oude zelf precies doet. De hoek wordt lastig op het moment dat hij eromheen wil. Dit is vermoedelijk de persbal. En Den Oude laat inderdaad zijn rechtervoet hangen achter het lichaam van Westerveld. Bukari. Banjar. Die bal in één keer kwijt moest, omdat hij in de problemen zit. Lindenberg, daar geldt even hetzelfde voor. Die is op de weg terug. Die wijst naar Den Oude. Omdat Lindenberg van mening is dat die onheus wordt bejegend. De rover. Keita. Adelij. En Excelsior dat zich ophoudt op eigen helft. Roberts. Knap hoe die Luijks kwijt is. Luijks steekt een arm uit. En de vraag is of het blijft bij een vermaning of dat het ook geel wordt. Voorlopig krijgt hij het voordeel van de twijfel. Kees Luijks. De zevende minuut. Achter de bal Bukari, dat lijkt de meest voor de hand liggende. Die de bal in één keer schiet op het doel van Graafland. En dat levert een behoorlijke redding op van de Excelsior doelman. Ja, dat is makkelijk als je beschikt over een goede trap in de linker. Zoals Nordin Bukari. Dan kun je kiezen of die bal het strafschopgebied laten inploffen. Of het in één keer proberen. Bukari. Luijks. Hele bal achterin. Vraagt Rozen. De vraag is of de bal zo ver komt. Nee dus. Bukari. Keita. Nog veel van Sparta voorin. Roberts. Rozen. Die kan uithalen. En dat schot wordt eruit gehaald. En dat is maar goed ook voor Excelsior door Altheer. Den Oude. Kan zijn wraak zijn op Wegereef. Maar ik denk dat de bedoeling is om steun te bereiken. Dat mislukt in ieder geval. Lindenberg. Keita. En erover. Een duel tussen backs. Piqué moet achteruit. De rover is mee naar voren. Bukari. De rover. Het is lastig manoeuvreren omdat alleen Den Oude voorin staat van Excelsior. En de rest zich zo'n beetje achter de bal bevindt. Roberts. De rover. En dit leidt tot een hoekschop.
En zelfs Geert de Oude komt nu mee verdedigen bij deze hoekschop. Want Excelsior zit in de eerste 8-9 minuten behoorlijk in de klem bij Sparta. Bukari. Keita. Dat is te kort. Nu kan Excelsior eruit. Dit is wat de ploeg het liefst doet. De bal moet komen, maar die komt niet. Korf realiseert zich dat de mogelijkheid voor een uitbraak bij hem misgaat. Adelaai niet, Den Oude wel. Alleen Korf reageert niet adequaat. Jaggi. Lindenberg. Terug op zijn linkervleugel verdedigen. Die heeft wat vrijheid. Roberts. Dissels. Opvallend om te zien dat Graafland overigens in een trainingsbroek kiept op deze avond. In een lange broek. Dit is hem. Benieuwd wat hij aantrekt als het echt winter wordt. Korf. Banjar. Steur. Steur. Buitenom. Snelt. Piqué. Steur. Het uitverdedigen is niet al te best. De inzet is goed. Komt van Pardo en wordt gered door Westerveld. Opvallend veel ruimte opeens. Korf. Die gaat buitenom. Terwijl Den Oude plat gaat. Korf door. Weinig mensen nu voorin. Alsnog Den Oude. Die wordt afgetroefd en van afstand. En dat is een beste knal van Alicic. En met moeite geblokt door Westerveld. Excelsior meldt zich aanvallend. De eerste 10 minuten beloven in ieder geval veel goeds. Excelsior gunt Sparta de bal, maar als het de kans krijgt om eruit te komen, dan gebeurt het ook. Rozen. Dissels. Dissels. Kort gehouden door Banjar, maar hij houdt wel balbezit. Lindenberg. Bukari. De bal lijkt aan de harde kant, maar past precies. Naar de eerste paal komt Roberts. Bij de tweede paal meldt zich Rozen. Hier is Roberts. Die vergeet de bal aan te nemen. Het uitverdedigen is ook niet al te best. En uiteindelijk Graafland na een slippertje bij Banjar. En als je nu al in de beginfase ziet wat er misgaat zo links en rechts in de beide strafschopgebieden, dan moet het toch wel gek lopen. Wil deze wedstrijd geen goals opleveren. Pardo die mag het doen van Piqué, de vrije trap nemen. Te licht voor Feyenoord, maar natuurlijk een welkome versterking voor Excelsior. Piqué. Luiks. Steur wijst. Dat is de bedoeling. Steur. Slim verdedigd door de rover. Ja, het wegvallen van Dieren, dat is een aderlating voor Excelsior. Dat bleek de oplossing. Door hem vanaf het middenveld te laten terugkeren in de achterste vier. Jaggi. Roberts. Dissels. Jaggi. Dissels start weliswaar weg, maar is niet bereikbaar. Alicic. Den Oude. Lindenberg. Roberts.
Jongen, dat gaat allemaal, het past precies. Zo links en rechts wordt er een behoorlijke schop uitgedeeld, maar Sparta houdt balbezit. Keita. Oh! Keita. Minder dan 2 meter naast, denk ik. En even schrikken voor Graafland. Die bal vliegt maar net naast de inzet van Keita. Graafland. De Rover, die mag gaan ingooien. Gudde. En nu al mensen die gaan warmlopen bij Excelsior, onder meer Voskamp, omdat Sebastian Steur last heeft van een van de beide voeten. De Rover. Jaggi. Dissels. Dreigen. Bandja voor zijn neus. Een aantal mensen kiest positie. Dissels. Rozen. Rozen nog een keer. De bal klutst weer eens. Dat is niet voor het eerst in het eerste kwartier. En dat komt Excelsior nog een keer duur te staan. Dat moeizame uitverdedigen in de beginfase tegen Sparta. Gudde. Die bal de drukte inspeelt. Wel zijn laatste langste medespeler uitzoekt in de persoon van Rozen. Maar dit is te makkelijk balverlies. Den Oude duwt, maar kopt ook. Het mag. Keita. Erover mee en Steur moet nu verdedigen in plaats van aanvallen. Lindenberg. Aan de andere kant komt Jaggi. Goed ingespeeld. De afstand is aanzienlijk. Hij durft het niet aan. Dissels. En de ideeën erachter zijn wel goed. Alleen het is daar zo druk. Nu komt er misschien wel de mogelijkheid voor Roberts. En een goed uitkomende Graafland voorkomt de achterstand. En nu loopt het al een aantal keren net goed af voor Excelsior. Maar het punt dat het een keer misgaat nadert snel. Tinus Bosselaar uit een hele andere periode. Maar zoals het een liefhebber betaamt, ook vanavond aanwezig bij Excelsior Sparta. Adelij. Roberts. Dissels, nu vanaf de rechterkant. Voorin bewegen ze eigenlijk allemaal bij Sparta. Dat is ook het probleem voor Excelsior. Keita. Oh, Rozen, wat een mooie goal! Ja hoor, het hoeft niet hard te zijn als het maar precies gebeurt. Keita realiseert zich dat op het moment dat hij de bal speelt. En Rozen doet precies hetzelfde op het moment dat hij de bal op het hoofd neemt. Wat een slimme goal. Een goal met Gochme. En Sparta staat voor. Kijk naar de drukte. Kijk hoe Rozen niet alleen positie kiest, maar zich realiseert dat hij zo dicht bij het doel van Graafland is, dat alleen een goede richting al voldoende is voor een treffer. En dat klopt. Ja, en nu mogelijk een klein dilemma, want nu heeft Sparta zijn voorsprong binnen 18 minuten.
En moet je nu door of niet? Dat gaan we nu zien wat er gaat gebeuren. Steur. Adelij. Adelij. Roberts. Lindenberg. Even terug naar zijn centrale verdediger. De ruimte ligt aan de linkerkant bij Yagi. Gudde. Adelij. Rondspelen tot het moment waarop je iemand zo manoeuvreert dat hij vooruit kan steken. Dat gebeurt nu. Dissels. Balverlies. Altair ook de bal kwijt. Boukari met vallen en opstaan. Maar dat levert geen balbezit op. Steur. Zo is hij wel gevaarlijk overigens. Met veel ruimte voor zijn neus. En eigenlijk maar één directe tegenstander. Dat is in dit geval de Rover. Van Hooydonk. Die ook een vrije avond heeft. En dan kom je hier terecht. Keita, sterk. Roberts. Keita geraakt door Piqué, maar Roberts verlegt het spel naar de andere kant van het veld. Yagi. Dissels. Keita. Lindenberg. En nog steeds al die bewegende mensen bij Sparta. Dat levert voor Excelsior, hoewel het veel mensen achterin heeft, continu problemen op. Keita. Gudde. De Rover kan, dat is de vrije man. Daardoor komt nu ook Dissels vrij, omdat de Rover meters maakt. Dissels, Boukari doorgelopen. Het balletje komt er niet, Dissels krijgt nog een kans. Missertje bij Boukari, overname Pardo, Luiks. Even voor zijn defensie, nu is hij achterin weg. Rozen die zijn lichaam goed gebruikt. Rozen met misschien een tweede, een rotbal voor de Graafland omdat hij een keer stuitert. Maar hij heeft hem wel. Met name de stuiter brengt Graafland in de problemen. Alessiets, Banjar. Ingesloten. Twee is hij er kwijt van de drie overigens hoor. En nu is hij met nummer drie bezig. Dat is de Rover. Steur. Met binnenkant rechts wil hij de bal in de verhoek plaatsen. Dat mislukt. Het is de man met een persoonlijke actie. Een van de mensen die bij Sparta al geruime tijd ontbreekt. Edwin van Buren. Alleen Steur heeft de pech dat hij niet de goede richting vindt. Excelsior overigens naast Van Buren, of naast Van Dieren moet ik zeggen, ook zonder Royer en al langer Van Steensel en Damien Hertog. Roberts, Keita, Gudde. Ja, ondanks de 1-0 voorsprong blijft het beeld hetzelfde. Namelijk Sparta in balbezit en in de vooruit en Excelsior dat afwacht. Gudde. Dissels, nu vanaf de rechterkant. Dissels. Ieder in één beweging nu twee kwijt is. Dissels, alleen hij heeft de pech dat Piqué snel is. Daardoor kan Piqué herstellen. Dissels. Dissels. Rozen laat lopen. Roberts kan er niet bij. Gudde. Lindenberg. Graafland oppassen geblazen. Oh, dat is dapper. Luiks, ook een flegmatieke voetballer.
Die verlengt de bal op Piqué. Excelsior komt er goed uit. De bal buitenkant links kan niet van Piqué. Daarvoor loopt hij al te veel en te dicht op de zijlijn. Luiks. En Sparta dat Excelsior niet de gelegenheid geeft om op te bouwen. Pardo. Piqué. Het moet terug. Luiks. Banjar. En opeens ruimte voor Pardo. Korf reageerde wat laat. Jaggi zit ertussen. Ja, dit is een overtreding die je lang van tevoren ziet aankomen. Westerveld. Bukari, nou in de lucht niet de meest dappere, vandaar dat hij het kopduel verliest. Luiks. Piqué. En van opkomen van de backs van Excelsior, van hem en aan de andere kant van Banjar, is nog geen sprake. Van Nieuwstad. Luiks. Maar omdat de mensen voorin bij Sparta meters maken, komt Excelsior niet veel verder dan hier. Van Nieuwstad, dan moet het een keer lang. Daar is de lange bal. En die is overigens goed geplaatst richting Korf. Hij heeft nog nauwelijks iets te doen gehad, Sander Westerveld. Maar ziet nu een hoekschop zijn kant op komen na 26 minuten voetbal. Piqué. Steur, vastgepakt door de rover. Hoewel die zelf ook een beetje duwt en trekt. Excelsior haalt er een hoekschop uit. Pardo. Te kort en te laag. Dat mag hij overdoen. Pardo. Nu heeft de bal wel de goede hoogte. Blijft Westerveld staan. En kan Jaggi uitverdedigen. Zo kan het ook. Hoewel die nu het probleem heeft. De Zwitserse vleugelverdediger. Van de medespelers zien te vinden. Rozen. Lindenberg. Bukari. Keita, die moet draaien. Buitenspel voor Roberts. Dat zal erom hangen. Maar de grensrechter is heel gedecideerd. Dus laten we die vooralsnog maar het voordeel van de twijfel geven. Ik vraag het me af of die... Nou, het hangt erom. En aangezien in de spelregels van een grensrechter wordt verwacht dat hij in geval van twijfel niet vlacht... Zou Robbers misschien hebben doorgemogen, maar deze meneer wil dat niet. Kantje boord. Robbers heeft ook zo zijn twijfels. Westerveld. Rozen. Den Oude. Ja, daar een vrije trap mee krijgen, dat zullen ze bij Sparta niet zo erg vinden. Pardo.
Want Sparta mag dan voorstaan. Excelsior natuurlijk, gelet op de ervaring die de ploeg al jarenlang heeft, schrikt niet zo snel van een 1-0 achterstand. Rozen raakt Altheer. Altheer schreeuwt en de vrije trap is inmiddels al genomen door Excelsior. Van Nieuwstad. Banchar. Overigens Banchar de enige van de 22 op het veld die op scherp staat. Den Oude. Banchar weg aan de rechterkant. Goed meegegeven die bal door Alicic. Bij de tweede paal Steur. Die komt voor zijn tegenstander. Maar die duwt en die wordt teruggefloten. Ontevreden omdat hij van mening is dat dit gewoon een duel is. En eerlijk gezegd kan ik er ook niet zoveel aan zien dat niet zou mogen. Maar voor Wegerheven is het een overtreding en daar gaat het om wat de scheidsrechter vindt. Rozen. Bukari. Bukari met rechts, maar zo slecht dat Excelsior mag gaan ingooien. Nee, als je dan toch stijf links bent, zou ik denken, hou het maar bij dat linkerbeen. En beschouw dit experiment als mislukt. Keita. Luiks. Gudde. Roberts uit de rug van Luiks, maar vooralsnog op zichzelf aangewezen. Die had er een hoekschop uit. Adelij en Gudde mee. Bij de hoekschop van Bukari. Graafland met twee vuisten. Keita. Nog een keer Bukari. Ook deze bal draait goed. De Rozen krijgt de bal op het hoofd. Maar knikt over. Luiks. Alleen Dissels nu voor Sparta op de helft van Excelsior. Luiks. Jaggi. Net voor Korf. Piqué. Dik een half uur gespeeld. De voorsprong voor Sparta is verdiend omdat Sparta beter voetbalt dan Excelsior. Piqué. Nog steeds Piqué. Westerveld moet terug. Die komt er even uit. En de ingreep van Adelij is uitstekend. Pardo. Uit de ingooi van Steur. Pardo nog steeds. Pardo. Met een slimme bal bij de tweede paal. Den Oude komt niet aan koppen toe. De omhaal gaat ook de mist in. De omhaal van Alicic. En Sparta heeft de bal terug. Jaggi. Een verkeerde communicatie voorin met Dissels. Pardo. Een goede balcontrole bij Steur. De bal bij de eerste paal wordt gemist door Den Oude. Wordt ingeschoten en dan wordt er geappelleerd voor Hens. En wordt het beoordeeld als opzettelijk. En gaat de bal alsnog in tweede instantie op de stip. Wegerheef geeft aan hoe hij deze hensbal beoordeelt als opzettelijk.
En zo krijgt Excelsior de gelegenheid om naast Sparta te komen. En het is inderdaad opzettelijk, Hens. Twee armen de lucht in op de inzet van Alisic. Lindenberg is degene die Hens maakt. En een oude krijgt zo de gelegenheid vanaf 11 meter. Zo naar de bal gaan met je armen is opzettelijk, Hens. Hij heeft er al 5 gemaakt dit seizoen, Geert den Oude, in de competitie. En dat is voor een ploeg die zo laag staat opmerkelijk veel. Den Oude. En het staat na 34 minuten voetbal 1-1 op Woudestein. Sparta dik een half uur beter dan Excelsior. Verdient op 1-0 via Rozen. Maar nu... Terwijl ik hoop dat Den Oude nog even op het veld blijft staan voor Excelsior. Geert Den Oude die vanaf 11 meter de gelijkmaker naast Westerveld trapt. Gudde, Rozen, Dissels. Bandjaar al in de problemen op het moment dat hij de bal aanneemt. De bal is binnengebleven. Alisic met steun. Er zijn er 3 met de meter. Oude in 1 keer en de redding van Westerveld. Nog geen minuut nadat hij vanaf 11 meter Westerveld passeert, heeft Den Oude bijna zijn tweede te pakken. Een onbegrijpelijk moment eigenlijk voor Sparta achterin. Dat overkwam de ploeg ook al aan het begin van deze wedstrijd. En een paar van die momenten, die doen een hele poos goed voetbal teniet. En nu zit hij er bijna alsnog in. Het klopt niet even achterin bij Sparta. Laten we het daar maar op houden. Steur de kopper, of is het Van Nieuwstad? Het leidt tot een hoekschop. Pardo. Alisic. Rozen. En Lindenberg die toch ook voor het opzettelijk Hens naast de strafschop begrijpelijkerwijs ook geel heeft gekregen. Luiks, 8 minuten voor rust. Te hard voor Piqué. Ja, die slordigheidjes zitten erin bij Kees Luiks. Tot woede van Lokhoff. Bukari. Keita. Lindenberg. En Dissels. Buitenom bij Bandjar. Dissels. Hij kan veel met een bal, maar leidt het ook ergens toe. Wel degelijk, tot een hoekschop. Sparta beschikt over nogal wat lange mensen.
Graafland moet eruit en Korf trapt die bal meteen maar veel verder weg voor de zekerheid. Dat lijkt me een goed besluit. Lindenberg. En we hebben het beeld weer terug van de beginfase van deze wedstrijd. 21 man op de helft van Excelsior en Westerveld. Zelfs, ik denk een meter of 20 buiten zijn eigen strafschopgebied. Roberts. Die een duwtje overleeft van Altheer. Maar die hem dan vervolgens weer opzoekt of dat nou verstandig is. Piqué. Bukari. Dissels. Rozen vraagt al om de bal. Die staat bij de tweede paal. Zo kan het natuurlijk ook. Oh, wat een mooi doelpunt van Roberts. Dat is de tweede kopbal van Spartakant deze avond. Evenals bij Rozen zit ook deze er prachtig in. Niet hard, maar wel buitengewoon goed geplaatst. Het gebeurt allemaal vlak voor rust. Dissels. Roberts, lastig, die loopt achteruit. Maar die geeft die bal zo mooi richting mee, dat hij bij de tweede paal in het doel zakt. En daar is echt voor Graafland geen houden aan. Piqué. Steur. Kort gehouden door de Rover, Rozen, Dissels, Gudde, Adelij. En dat er al 3 goals vallen, dat is niet verbazingwekkend. Achterin gaat er het nodige mis, met name aan de kant van Excelsior. Maar die enkele keer dat Sparta onder druk komt, zit het ook meteen achterin in de problemen. En het resultaat staat op het scorebord. 1-2. Hier komt 1-3 aan via Bukari. Nee. Een goede redding van Graafland. Wat doet Wegereef nou? Dit lijkt toch niet op een Schwalbe. Je kan ook vallen. En uit balans raken zonder dat je daarbij een Schwalbe maakt, meneer Wegereef. Want ik kan me toch niet aan de indruk onttrekken. Hoewel Bukari iets te gemakkelijk gaat. Dat er geen contact is. Nog maar eens kijken. Het linkerbeen van Graafland gaat wel degelijk omhoog. Contact mag dan miniem zijn. Dat die licht Bukari is beter te verklaren dan in de beginfase van de wedstrijd. De valpartij van Den Oude. Die liet echt zelf zijn been hangen. Yagi. Het is een flinke oogst voor 1 helft. 3 goals en 3 maal geel, waarvan 2 keer voor een Schwalbe. Rozen. Het terugleggen mislukt. Banjar. Luiks. En nu. Steur. Zo raakt hij erover kwijt. Nu moet hij het op snelheid proberen te winnen van Keita. En dan gaat hij in de knel, in de sandwich. En wat dan rest is een vrije trap. Prachtige beweging van Sebastian Stoor. Inmiddels staat het water voor de thee al op. De vrije trap komt van Luiks. Luiks. Een goede hoogte. Die bal die rolt erin. Is het Steur of is het Den Oude? Den Oude viert het feest. Dus die heeft zijn tweede goal te pakken. En als je ziet hoe deze goal valt. Dan begrijp je ook meteen waarom Sparta problemen heeft om een wedstrijd sowieso te winnen.
Want voorin mag het dan eenvoudig scoren. Achterin krijgt het nog simpeler. Goals tegen. Vraag niet hoe. Dan zal de oude na afloop zeggen. Maar hij zit er wel in. Het is de tweede voor Geert den Oude. En het staat 2-2. Erover. Maar net aan. Den Oude misschien alsnog. Van Nieuwstad. Bandjar. De slotminuut loopt. De extra speeltijd bedraagt 60 seconden. Want er mag dan wel 3 keer geel zijn getrokken door Weegreef. Het is verder eigenlijk een buitengewoon sportieve partij om naar te kijken. En de toeschouwers zijn behoorlijk getrakteerd. 4 goals. Is er nog ruimte voor een 5e? Het lijkt me nauwelijks het geval, maar we zullen zien. Van Nieuwstad. Lux. Piqué weg, omdat Steur aan die linkerkant het gaatje voor hem trekt. Maar de bal bereikt Piqué niet. Keita. Roberts. Keita. Hier is het speelveld klein. Terug moet. Dat mogelijk gaat ook gelden voor de rover. Begrijpelijk dat hij in deze 30 seconden geen risico meer neemt. Jaggi. Een beetje opgejaagd door Korf. Maar ook niet meer dan dat. Het is rust op Woudestein. Het is leuk op Woudestein, hoewel de beide coaches daar misschien anders over denken. 0-1, Jori Rozen. 1-1 vanaf 11 meter, Geert den Oude. 1-2, misschien wel nog mooier, Daryl Roberts. Ook die goal van Sparta via een kopbal. En 2-2, opnieuw Geert den Oude. Geen wissels aan het begin van de tweede helft bij Excelsior Sparta. En hopelijk voor u en voor ons wordt de tweede helft net zo leuk als de eerste. Met natuurlijk de vraag die over 3 kwartier is beantwoord. Krijgen wij een winnaar in deze Rotterdamse derby? Dertien keer tegenover elkaar op Woudestein. 4 keer winst voor Excelsior. 6 keer winst voor Sparta. 3 keer een gelijkspel. En de laatste keer dat Sparta won van Excelsior op Woudestein dateert van, schrik niet, 20 augustus 86, 2-0. Lenkeek en Bukkeling, de doelpuntenmakers, toen voor Sparta. Luiks voor Excelsior aan het begin van de tweede helft. Geen wijziging in de opstelling. En hopelijk hetzelfde spektakelstuk dat we in de eerste helft hebben gezien. Korf. Bandjar. Een uitgestoken been van Bukari. Korf. Een misverstand tussen Bukari en Lindenberg. Wel verklaarbaar. De eerste is dan geneigd, hoewel die nu wijst voor een ingooi, weg te stappen bij de bal. De tweede gaat er meestal naartoe. Korf. Het gaatje wordt dichtgelopen door Adelaai. Nu is de vraag of de bal achterloopt. En dat gebeurt. Thank you.
beide clubs naar rust richting hun eigen aanhang. Mogelijk dat dat nog iets meer motiveert. Rozen. Roberts. Die wordt vastgepakt. En het moet gezegd, tot nu toe vrijwel foutloos, Jan Wegereef. Er wordt druk georganiseerd achterin bij Excelsior. Dissels gaat het proberen van afstand. De bal wordt breed gelegd door de rover. Bukari kan ook nog. De rover. Dissels. En Graafland en de hoekschop. De doelman die het zekere voor het onzekere neemt. Ik denk dat de bal net naast vliegt. Maar terecht dat Graafland het daar niet op laat aankomen. De derde minuut naar rust. Graafland blijft staan. Maar de bal verdwijnt ver naast van het hoofd van Dissels. Eén ploeg onder je houden, dat is normaal gesproken de opdracht voor een coach van Excelsior. En dan maar zien dat je in de na-competitie overleeft. De rover. Een blessure aan Sparta-kant. En Weger heeft hij alsnog besluit om de boel stil te leggen. De rover die verkeerd terechtkomt in het duel of na het duel met Den Oude. Hij lijkt volledig van de kaart, maar een water en wat spons. Of moet ik zeggen, een spons en wat water, dat lijkt me beter. Doet wonderen. Het is overigens schudden en die raakt vol de grond met zijn hoofd. En dat levert hem de blessure op. Dat is schoon. Nee, nog niet helemaal. Gudde kan weer. Hoewel die nog redelijk dizzy lijkt hoor. Die staat echt niet stevig op zijn benen. Meestal vraag je dan even aan een speler hoeveel er staat. En komt het antwoord een beetje in de buurt, kan hij verder. Dissels. Keita. Roberts, die probeert voor te kruipen bij Van Nieuwstad. Is er sprake van Hens van de Excelsior aanvoerder? Nee. Adelaai. Rozen verlengt. Van Nieuwstad zit er even tussen. Met een nadruk op even. Keita. En Yagi. Yagi. Bukari, dan moet die bal in één keer voorkomen. Dat gebeurt. Graafland met een halve redding. Rozen die een tegenstander tegen de vlakte loopt. Maar omdat Excelsior balbezit houdt, mag de thuisclub door. Banjar, Korf. Dat gaat maar net goed als Alice iets durft. Die durft niet alleen. Die bereikt in één beweging Steur. Steur en Westerveld. Hier de actie van Bukari, de ingreep van Graafland en Rozen die dwars door een tegenstander heen wil. Het loopt goed af voor Excelsior. Korf. Tijdelijk van kant gewisseld met Steur. Een matige ingreep van Jacke, die wordt nu uitgespeeld. Steur met de bal op Den Oude is te scherp. En dit is weer zo'n voorbeeld van opeens slecht uitverdedigen door Sparta. Dat de ploeg bijna fataal wordt. Jacky gaat de mist in. In één beweging wordt Steur bereikt.
Die ziet Den Oude lopen, maar die bereikt zijn aanvaller niet. Westerveld. Bukhari, die de vrije trap snel wil nemen. Altheer, die eerst de overtreding al maakt en nu nog een keer te dicht bij de bal blijft staan. Inmiddels Excelsior natuurlijk weer met veel mensen achterin te vinden. De zesde minuut na rust. Achter de bal Bukhari. De rover. Dat lukt niet. Alisic. Den Oude. Nu moet Vesterveld van ver komen. Het lijkt op een icing. Dat gebaar maakt Westerveld ook. En nu heeft Excelsior het probleem dat het weliswaar mag ingooien. Maar dat de plek nou niet echt aantrekkelijk is. Bandjar. Het valt wel mee met Den Oude. Het duwtje van Adelij. Ik heb zelf de indruk dat in de kopduels Den Oude eerder degene is die uitdeelt. Normaliter. Dan moet incasseren. Van Nieuwstad. Bandjar. Lindenberg. Keita. Lindenberg in één keer. Rozen. Een beetje moeite met de controle, vandaar dat het terug moet. Adelij. En die besluit dan maar voor de zekerheid om die aanval helemaal opnieuw op te zetten via Westerveld. Altheer. Maar Roberts verdedigt goed mee. Adelij. Rozen. Handig als je groot en sterk bent, dan kun je een tegenstander wegduwen. En dat doet Rozen. Dissels. Luiks. Bandjar. Korf. Nog niet echt in beeld. Steur nadrukkelijker aan de andere kant. Gudde. De bal blijft binnen. Bukhari. Lindenberg. En nu is Dissels weg, is de vlag de lucht in. En lijkt het buitenspel op het randje. Luiks. Piqué. Piqué. Nu kan het snel gaan, die is namelijk razendsnel. Piqué. Steur. Den Oude naar de eerste paal. Steur. Bij de tweede paal Korf. Die loopt tegen Jagian. Dat doet hij zelf. De bal wordt binnengehouden door Alisic. Bandjar. Goed ingespeeld. Den Oude. Die wacht op komende mensen. Alisic is eigenlijk de enige die daarop reageert. Maar zie meteen de paniek bij Sparta. En dat is het merkwaardige aan dit Sparta-elftal. Dat aanvallend een heleboel fraaie dingen laat zien. En enkele keer wordt teruggeduwd door Excelsior, maar dan meteen prompt in de stress schiet, in de paniek raakt en kansen weggeeft. Bandjar. Korf. De bal is uit geweest. En daar zal Lindenberg niet trouwig om zijn. En nu moet Lindenberg oppassen. Want besluit Weger heeft beide geld te geven. Dan kan Korf dat wel. Maar Lindenberg dat niet hebben. Alisic. Bandjar. Dat is te moeilijk, dat idee. Rozen. Dissels. De bal lijkt hard. Zelfs voor hem. Vreemd dat Lokhoff zich boos maakt. Het is niet Lindenberg
van Sparta, maar toch echt een speler van Excelsior die zich even misdraagt. Piqué. Luiks. Graafland, dat blijft link. Dat terugspelen van Luiks met Rozen zo dicht in de buurt. Keita. Adelij. Yagi. Boukari, die heeft zich laten zakken. Keita is doorgelopen. Yagi is nu doorgelopen, die is goed vrijgespeeld. Hij heeft de tijd en de ruimte voor een goede voorzet. Yagi, Roberts en over. Omdat de spits er net niet bij kan en daardoor de kracht mist om de bal hard in te koppen. Een prachtige Sparta aanval. Maar niet bekroond met een goal. Westerveld. Terwijl je zo langzamerhand... Oh, hier is al een aantal mensen bezig onder wie Arne Slot. Gaat denken aan wissels. En dan natuurlijk wie als eerste. Slot overigens die al uit het pak is. En die als eerste zo meteen lijkt te komen aan de kant van Sparta. Yagi. Pardo, Korf. Dit is weer zo'n voorzet, die valt ertussen. Dan moet Westerveld komen en dan loopt het maar net goed af. Het eerste kwartier van de tweede helft veel meer in evenwicht dan het eerste kwartier vanaf de start. Alicic. Steur weg. Onder meer omdat De Nouwde er overheen stapt. Steur. Adelij, sterk verdedigd. En Weger heeft hij even streng is voor Geert De Nouwde. Scheidsrechters onder elkaar zullen we maar zeggen. De vrije trap is al genomen door Sparta van Nieuwstad. Graafland. Het lijkt erop alsof Sjaak Polak de eerste wordt die er gaat bijkomen bij Sparta. Altheer. Daar is niemand van Excelsior. Gudde. En Westerveld. Met een goede trap op een vrijstaande Yagi. Lindenberg. Lindenberg. Rozen. Die slecht inspeelt. En er bovendien, omdat er veel mensen van Sparta voor de bal staan, zijn verdedigers in de problemen brengt. En nu gaat Adelaai in het boek bij Wegereef. Ook dit een puikenbeslissing. Wegereef die eerst ziet of Excelsior alsnog voordeel uit de situatie kan halen. Uiteindelijk constateert dat dat niet het geval is. Dan een alsnog besluit deze... Forse ingreep van Adelij, van ja, om die dan maar te bestraffen met geel. Adelij geel. Luiks en Westerveld. Yagi, die niet durft. Lindenberg, die zich aanbiedt. Datzelfde geldt voor Gudde. Keita.
Alisic. Dat is niet zo handig. Jaggi. Lindenberg. Komt er weer een periode van druk van de kant van Sparta. Het gekke is, de ploeg bewees voor rust daartoe in staat te zijn. Na rust is dat moeilijker. Bukhari, die zich vastdraait, zelf uit balans raakt. En Excelsior is weg. Via Den Oude. De rover, Keita. Opnieuw zijn bek. Roze. Het kan naar binnen op Keita. Sparta dat bij vlagen werkelijk buitengewoon plezierig combineert. Maar het resultaat na 62 minuten is 2-2. En dat kan niet de bedoeling zijn. Jaggi. Met een goede voorzet. Iets te hard voor Rozen. Binnenhouden lukt. En dat doet hij slim. En de eerste vervanging komt aan Sparta kant. Gudde gaat er toch af. En de nieuwe man. Sjaak Polak. Hij heeft nog een poosje bij Excelsior gevoetbald, Sjaak Polak. Polak wordt linkervleugelverdediger. Jaggi schuift op naar het centrum op de plek van Gudde. Jaggi. Polak. Dat is wat al te enthousiast. De eerste lange trap van Sjaak Polak. Adelij. Jaggi. En Dissels. Dissels. Het is lastig. Het moet allemaal precies passen. Dat doet het voorlopig niet. Rozen. En Excelsior kan eruit. Pardo. Piqué is doorgelopen. De vlag blijft naar beneden. Maar Westerveld is attent. Adelij. Terwijl Lindenberg even achterin blijft. Rozen. Het terugleggen is niet beroerd. Bukhari brengt zichzelf weer uit balans. De Sparta-aanhang wil dan een strafschop. Daar is geen sprake van. Jaggi. Lindenberg. Terwijl Bukhari weer door kan. Roberts. Met opeens wat ruimte. Roberts. Dissels. Luiks. Laten we het maar even op chaotisch houden deze fase in de wedstrijd. Iedereen maakt iedereen nu het spelen lastig. Sparta komt er als winnaar uit de voorschijn via Sjaak Polak. Polak, Bukhari, nou klopt de bal wel. En nou staat het 3-2 voor Sparta. Het is weer een kopgoal. Het is de derde van Sparta-zijde. En het is ook de derde keer dat Sparta op voorsprong komt. Sjaak is het feestvarken, want die staat er net in. En die verzorgt de voorzet. Maar de man die de goal maakt heet toch echt Nordin Bukhari. Graafland halverwege te pakken genomen. Wel zijn goal uit, maar niet doorgelopen. En op de plek waar Graafland staat, daar heeft hij niets te zoeken. En de man die ervan profiteert, Bukhari. Het zijn overigens de twee die afgelopen week in de bekerwedstrijd tegen NAC
voor een deel voor het herstel zorgden. Bukari en Polak, de doelpuntenmakers tegen NAC. Het bleek niet voldoende. Benieuwd of de treffer van Bukari vanavond wel voldoende is. Voor 3 Spartaanse punten. Korf. Lindenberg. Jaggi. En aangezien dit Sparta blijkbaar niet in staat is om de boel dicht te gooien. En als we dat dan optellen bij de 24 minuten die er nog staan. Blijft dit buitengewoon aantrekkelijk om naar te kijken. Pardo, die opvallend lang aan de bal mag blijven. Keita. Bukari. Keita. Bukari. Roberts. Keita. Het gaat moeizaam, de wijze waarop Sparta even vooruit komt. Maar het komt wel vooruit. Luiks, nu niet meer. De vrije trap is alweer genomen. Het tempo blijft hoog en daardoor blijft het buitengewoon leuk om naar te kijken. Den Oude. En Excelsior heeft natuurlijk nog zijn supersub. Voskamp. Die viel eerder deze week in de bekerwedstrijd tegen Cambuur. En die maakte er binnen no time 2, waardoor Excelsior verder bekerde. Den Oude. Steur, die kruipt binnendoor. Steur, die is verlost van de rover. Steur stuit uiteindelijk op Westerveld. En in dat opzicht blijft breekbaar bij Sparta achterin. Een klasseactie van Steur, die dit keer niet buitenom, maar binnendoor komt. Daarmee de rover volledig verrast. Maar de rover heeft geluk dat Westerveld attent is. Een aanvaller erbij, Voskamp, een middenvelder, Alisic eraf. Doekschop van Excelsior. Steur komt niet aan koppen toe. Sparta in de verdrukking. En Piqué aan de bal. Piqué. Banjar. Voskamp. Wel ja, waarom ook niet? Die staat helemaal vrij. En die heeft bijna een keus. De bal aan de oude geven of het zelf proberen. Het blijft er een beetje tussenin hangen. En daardoor gaat een enorme kans voor Excelsior de mist in. De pas is van Banjar. Let op Voskamp. Die de pech heeft dat hij de bal niet goed aanneemt. Luiks. Piqué. Randje buitenspel voor Korf. Net over de rand heen, zo blijkt. Korf eigenlijk de minst zichtbare aanvaller van Excelsior. In ieder geval tot nu toe. Den Oude natuurlijk met 2 goals. Steur altijd aanwezig. Omdat hij gewoon beschikt over een perfecte individuele actie. Maar daar steekt de bijdrage van Korf een beetje bleekjes bij af. Roze geraakt door Luiks. Dat levert bij Roze een blessure op. Maar het levert Sparta geen vrije trap op. Zo kan het natuurlijk ook via Bukari. Bukari. Prachtig gestoken de bal bij de tweede paal. Het gevaar is nog niet weg. Bukari. Oh nee. Bijna heeft hij binnen no time zijn tweede goal vanavond te pakken. En dan wordt het gaatje 2. Maar het gaat niet door. Het moet in één keer. Bukari. De bal goed teruggelegd door Roberts. En het scheelt, ik denk, niet meer dan 20, 25 centimeter. Luiks. Minder dan 20 minuten op Woudestein. 5 goals inmiddels. Sparta op voorsprong met 3-2. Maar het is nog verre van beslist. Pardo. Bukari, omdat Pardo te gemakkelijk gaat liggen. Keita,
Er komt meer ruimte voor Sparta, dat kan niet anders. Maar kan de ploeg er ook een keer van profiteren? Adelij. Simpel is het dan, voetbal. Bukari met een 7 aan ruimte aan de linkerkant. De bal wordt binnendoor gestoken op Keita, dat is niet handig. Grappig om te zien hoe zowel aan de wiel als zijn assistent Grim beide tegelijkertijd aangeven dat omdat Sparta het breed houdt, de vrije mensen dan ook aan de zijkanten te vinden moeten zijn. En dat klopt steeds, alleen die worden nogal eens over het hoofd gezien. Polak. Hens van Steur. Het mag door. Steur. Zo is die Lindenberg kwijt. Steur. Uithalen maar. Steur. En Westerveld. Polak. Rozen vraagt. Bij toeval bereikt Polak Bukari met rechts. Verrast Bukari bijna Graafland. Het is een mooie geschepte bal. Hij miste niet alleen het doel, maar ook de camera. Westerveld. Van Nieuwstad. Keita. Wie heeft als eerste weer de controle te pakken? Het lijkt Sparta. Lindenberg. Bukari. Rozen. Eerder bij de bal dan Luiks. Daardoor is Bandjar ook uit positie. En krijgt Sparta een hoekschop. Erover met de hoekschop die hard indraait. Voskamp, of Korf moet ik zeggen. Korf, die weliswaar er hard vandoor gaat, maar als hij omkijkt toch ziet dat er een aantal met hem zijn meegelopen van zijn eigen ploeg. Nu hebben we deze avond al twee mensen voor een Schwalbe geel zien krijgen. En nu gaat Excelsior iemand brengen die dit seizoen daarmee al een reputatie heeft opgebouwd. Van Guldener is de vervanger voor Korf. Luiks, die heel laconiek tussen twee tegenstanders uitdraait, maar daarbij wel zijn collega verdedigers in de problemen brengt. Den Oude, Van Guldener. De controle is goed, zei het van tijdelijke aard. Lindenberg. Polak. Bukari, Lindenberg. Wissels. Achter Roberts. Bij toeval alsnog Roberts. Maar dat is maar even. Bandjar. Adelij. Rozen. Een aantal mensen van Sparta dat aanspeelbaar is. Keita is er één van. Roberts onderuit. Het tikkie komt van Nieuwstad. En daardoor kan Sparta nog een keer wisselen. Arne Slot vervangt Charles Dissels. Een terechte toevoeging. Blijf het voetbal zoeken.
Want dat doe je namelijk als trainer als je wisselt en Slot inbrengt. Maar er zal ook nog strijd geleverd moeten worden in de resterende 15 minuten. Want een kwartier lang met één goal voorsprong voor Sparta dit seizoen. Dat blijft een moeilijk verhaal. Erover. Westerveld. Rozen. Die inhoudt. Keita. Roberts. En nu. Eigenlijk zou Sparta de bal kunnen laten rondgaan. Het heeft veel vrij aanspelbare mensen. Dit is zo'n actie van Slot. Waar je dan als coach niet blij van wordt. Het herstel is overigens prima. Maar ik kan me de woede voorstellen bij Aan de Wiel. Het is direct eruit halen bij de tegenstander. Balbezit zien te houden. En dan niet met dat soort rare hakballen snel de bal kwijtraken. Een overtreding van Den Oude. Enig begrip van de kant van Wegereef zou je verwachten. Voor Geert Den Oude in dit geval. Gelet op de belangen van vanavond. Westerveld. Luiks. Een andere bal. Want deze bal is inmiddels al onderweg richting Spannen. Die bal die komt van de voet van Adelij. Piqué. Slot. Luiks. Met Slot achter hem aan. Nou is dat niet de snelste en dat is maar goed ook voor Luiks. Want Excelsior heeft alweer problemen bij het uitverdedigen. Den Oude. Stevig aangepakt door Adelij. En dat is geel. Adelij gaat eraf. Die krijgt rood. En die is gezien. Sparta moet door met 10. Een curieus moment. De straf is zwaar. En zo krijgt Adelij op 10 minuten voor het einde. Eerst geel voor een overtreding. En dan nog een keer geel voor een reactie. En met 2 keer geel gaat de centrale verdediger van Sparta er 10 minuten voor tijd met rood af. Van Guldener. Sparta wacht nog even met wisselen. Het gaat zometeen Promes brengen voor Roberts. Maar eerst wil men zien van de kant hoe de vrije trap van Excelsior verloopt. En die zit er bijna in. De redding van Westerveld is uitstekend. Alles klopt. Westerveld krijgt de felicitaties. Bijna staat Excelsior voor een derde keer naast Sparta. De vrije trap is van Pardo. En Westerveld komt vooralsnog als winnaar eruit tevoorschijn. Piqué. Pardo. Polak verdedigt uit. Van Guldener.
En dat is niet handig gespeeld van de invaller. Bukari, Slot. Aangetikt. Hij staat weer. Roberts. Polak. En dat is een overtreding van Nieuwstad. En nu kan Sparta wel wisselen. Roberts er aan de voorkant af. Promes er aan de achterkant bij. De aanzetten van Sparta komt met nummer 19, Daryl Roberts. Zijn vervangen met 22, Gerald Promes. De aanzetten van Excelsior aan de kant met nummer 9, Geert Den Oude. Den Oude, die houdt het voor gezien 8 minuten voor tijd. Zijn vervanger. En die gaat nu voorin voetballen. Siemensheim. Polak. Rozen leunt. Dat levert Excelsior nog een vrije trap op. Piqué. Terwijl Rozen hard meeloopt om te kunnen meeverdedigen. Piqué is in ieder geval sneller dan Rozen. Waardoor de aanval van Excelsior doorloopt. Lindenberg. Lindenberg die even inpraat op Seim. Lindenberg kan erbij lachen, begrijpelijk, want met nog 7 minuten te gaan staat Sparta met 3-2 voor. Westerveld. Piqué. Al binnen, ja, dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Het lukt Seim. Rozen. Lindenberg. Bukari. Eén keer raken, Polak. Met een bal die heel lang onderweg is. En bovendien niet goed is geplaatst. Keita zal snel terug moeten. Bandjar. Bandjar. Voskamp. Randje buitenspel, samen met Van Guldener. Ze zijn met z'n tweeën, maar kunnen ze hem ook maken? Nee, misschien alsnog. Dan moet zij hem maken en die schiet over. Goed uitgespeeld. Alle invallers erbij betrokken. Zowel Van Guldener als Voskamp als Zijm. Hier gaat Van Guldener. Hier is Voskamp en daar komt Zijm. Die heeft even tijd nodig en dan duurt het net te lang. Westerveld. Bukari. Lastig voor Slot. Bandjar gerooid. Tijd voor discussie is er niet. Luiks. Heel Sparta loopt nu achteruit. Daardoor kan Luiks een heel eind komen. Luiks. Zijm. Altheer. Luiks. Bandjar. Niemand van Sparta durft echt vooruit te verdedigen. Pardo. Bandjar. Van Nieuwstad. Piqué. Piqué. Voskamp. En daar komt toch weer een mogelijkheid aan voor Excelsior, zou je denken. Nee, Steur krijgt de bal niet voor. Vijf minuten voor tijd. De hoekschop van Excelsior komt van Pardo. Heel Sparta terug in het eigen strafschopgebied. Bukari is degene die de bal wegkopt. Piqué, die houdt in. Pardo. Pardo. En Steur. De paal, de buitenkant van de paal. De kopbal van het hoofd van Steur, dacht ik. Van Guldener ziet u hier weglopen. Nog maar eens kijken. Nee, het is wel degelijk Steur die de bal op de buitenkant van de paal ziet gaan.
En zo krijgt Excelsior in de laatste 3-4 minuten toch 2-3 prima mogelijkheden om nog naast Sparta te komen. Van Nieuwstad leunt. En degene die ervan profiteert is Slot. Vijf van Sparta blijven er achterin. Vier zijn er voorin. Adelaai staat inmiddels al onder de douche. Polak probeert het maar in één keer. Nou, één ding weet je zeker, de kans op succes is klein. En je geeft Excelsior meteen de bal. Van Nieuwstad. Bandjar. Van Guldener. Steur wijst. Dat kan niet, omdat Steur een mannetje meekrijgt. Van Guldener. Voskamp. Nu wel Steur. Dat lijkt te kort. Lindenberg wordt geraakt, maar niet voldoende voor een vrije trap. Zodat Excelsior nog een hoekschop krijgt. Wegerheef heeft twee paar ogen nodig om te zien wat zich allemaal om afspeelt. Daar is de hoekschop van Pardo. Westerveld kan er sowieso niet bij. En nu zit hij er wel in. En lijkt het Voskamp te zijn. Die zorgt voor 3-3. Hoe is het toch mogelijk? Weer verspeelt Sparta een voorsprong. Drie keer staat het voor vanavond. Drie keer gaat het mis. En vlak voor tijd staat het op Woudestein 3-3. Hoe is het toch mogelijk? De vloek die Sparta achtervolgt is de ploeg ook achterna gereisd richting Excelsior. Voskamp krijgt overigens nog geel van Wegerheef omdat hij zijn shirt uittrekt. En de tragiek voor Sparta is dat het ook vanavond niet weet te winnen. De tragiek voor beide is, mocht het 3-3 blijven, dat ze er eigenlijk alle twee niks mee opschieten. De lachende derde zit te kijken in Venlo. Piqué. Buitenspel voor Steur. Nog ruim een minuut. Plus de tijd die er gaat bijkomen. Westerveld. Polak. Slot staat voorin. Luiks moet mee verdedigen. Slot is achter Luiks gekropen. Keita. Keita. Die als Pardo zich ook meldt in de problemen gaat komen. Pardo. Keita even. Piqué. Piqué. En zijn. En nee toch. Deze vliegt over. Via Westerveld. Bijna is het ook nog 4-3 voor Excelsior. Er komt nog een hoekschop. Terwijl de vierde official druk bezig is met zijn bord en zo meteen gaat laten zien hoeveel tijd er gaat bijkomen, is het bijna via zijn 4-3. Pardo, Lindenberg, de extra speeltijd bedraagt 3 minuten. Westerveld. Rozen. Maar op wie? Want de druk die Sparta heel lang voorin heeft kunnen geven, die druk is nu aardig weg. Graafland. Steur niet. Van Gulden er ook niet. Maar de vrije trap is wel in het voordeel van Excelsior, omdat Steur een duwtje krijgt. Piqué. In de extra tijd. Piqué. Voskamp. Piqué. En nu, Lindenberg ontsnapt. Die heeft al geel. Het blijft bij een vrije trap. Lindenberg heeft geluk. De bank van Excelsior
is boos. En dat gebaart Lokhoff naar Hoekstra. En vice versa. Luiks die voorrust een vrije trap binnengewerkt zag worden door Den Oude. En dit is een bijna identieke plek. Luiks, die doet het in één keer. Oh! Kees Luiks met een supergoal. Ook dat nog. Excelsior staat op 4-3. En Grim beklaagt zich bij de vierde official. Die zegt, Weger geeft een indirecte vrije trap. Is dat zo? Excelsior viert een groot feest. De vierde official is in de slag langs de zijlijn met Fred Grim. En de vraag is nu, geeft Weger even niet direct de vrije trap of niet? Kees Luiks is in ieder geval de matchwinnaar. Die is bedolven onder al zijn medespelers en onder de wisselspelers. Nog maar eens kijken, nee hoor. Geen sprake van dat Weger de arm in de lucht heeft. En Luiks, die trapt de bal uitzonderlijk mooi langs Westerveld. En na vanavond die conclusie kunnen we trekken. Ondanks het feit dat Sparta drie keer op voorsprong heeft gestaan, is Sparta opnieuw zonder winst. En is Sparta de nieuwe hekkensluiter in de Eredivisie. Wat een drama voor Sparta. Wat een veerkracht van de kant van Excelsior. Want deze wedstrijd zit erop. Ruzie tussen Luiks en Rozen. Het levert Rozen geel op. En Luiks ook, neem ik aan. Nee, het is Rozen alleen. En zo krijgt deze wedstrijd voor Sparta een buitengewoon pijnlijk slot. Vier man geel. Adelij rood, drie keer op voorsprong en toch verliezen van de andere ploeg die onderaan staat, van Excelsior. Hoe moet je dat uitleggen? Pollak met misschien nog één keer een mogelijkheid voor Sparta. Zijn. Het is gebeurd op Woudenstein. Het is een spektakelstuk van je welste geworden. Het levert alleen voor Sparta een negatief clubrecord op. Het blijft dit seizoen zonder winst. Ondanks het feit dat het drie keer op voorsprong is gekomen, is het uiteindelijk Kees Luiks die Excelsior de volle winst bezorgt in de 91ste minuut. Een drama voor Sparta dat hier vanavond nog maar eens laat zien dat het wel degelijk in de gelegenheid is en ook de kwaliteit heeft om te scoren. Dat heeft het drie keer gedaan vanavond. Maar achterin is het krakkemikkig. Ik kan niet anders zeggen. Hoewel natuurlijk tegen de winnende goal van Kees Luiks geen kruid gewassen is. Maar die andere drie die worden erg makkelijk weggegeven. Wat is er allemaal gebeurd? Het drama op het gezicht van Yagi. Het begon zo goed met Rozen die Sparta op voorsprong kreeg. Den Oude kreeg een strafschop en benutte die naar Hens van Lindenberg. Robert scoorde ook fraai met het hoofd nog voor rust. En weer staat Sparta voor. Het wordt 2-2 door Den Oude. Een vrije trap van Luiks die door Den Oude over de doellijn wordt gewerkt. Het wordt 2-3 door Bulgari, het derde kopbaldoelpunt van Sparta. Nu uit de voorzet van Pollak. Het wordt vlak voor tijd 3-3 door een invaller, door Voskamp. En dan al mijn conclusie dat met een gelijkspel niemand is gebaat hier op Woudenstein. En dan besluit Kees Luiks met een vrije trap. Die leidt tot de 4-3 overwinning voor Excelsior. Dat de goals. Hier alle andere statistieken. Met natuurlijk voor u de toevoeging dat we zometeen een verklaring krijgen van spelers en van trainers. Met andere woorden, de interviews en de persconferentie. Die volgen nog na een enerverend avondje Woudenstein. Waarbij Excelsior uiteindelijk met 4-3 wint van Sparta.